Het leukste vind ik gewoon trucjes maken en oefeningen achter elkaar doen, om dat allemaal achter elkaar te doen. Moe ben, dan is het heel zwaar, maar als je gewoon echt goed voelt, dan kan je wel 4 uur doortrainen, bij wijze van spreken. Nederlands kampioen worden, dat was mijn hoogtepunt. Ik zit nu in het WK-traject, dus ik probeer om het WK te halen in november. Er zijn zeg maar 6 meisjes geselecteerd en dan mogen er 4 naar het WK. Bij de bondscoach moet je laten zien wat je kan en of je progressie doet. En dan kunnen ze daaruit zeggen wie er mee mogen. Ja, je moet gewoon elke training je best doen en als je bij de bondscoach bent ook gewoon laten zien wat je kan. En hij bepaalt wie er uiteindelijk gaat.